Uh, ik zou voor ontheffing geld voor alleen rijden, stilstaan, parkeren in het kader van plezierritten. Er zijn wat harde woorden gevallen en uh, zelfs een klappen gevallen. Daar hebben we ook aangifte van gedaan als gemeente, want uh, ja, je moet wel van onze mensen afblijven. Hij heeft een, een ontheffing voor een koets. Uh, hij reed ook altijd met een koets. Uh, dat is nu veranderd in een, in een padentram.